Goedemorgen dames en heren en wat fijn dat jullie kijken. En in zulke grote getalen, dat hadden we hier nooit kwijt gekund uh, in deze Juliana Plaza. Dus dat is weer het voordeel van online elkaar ontmoeten. Namens Kim Schoofwaarts van MKB Den Haag, Jales Selenk van Podium Juliana en mezelf Renata Brabanner van Rabobank heet ik jullie van harte welkom op deze viering, een ode aan de Internationale Vrouwendag die we vandaag overal ter wereld vieren. Nog maar een jaar geleden waren we hier te gast. En de zaal zat vol met mensen. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen. En het was een bijzondere viering. Want we vierden 75 jaar vrijheid. Ook vrijheid van de vrouwen. En de rol die vrouwen daarin betekend hebben. Tjale liet ons kennismaken met Hanneke. Een Joodse dame. Die vertelde hoe het was om als zesjarig Joods meisje de Tweede Wereldoorlog mee te maken. En Kim en ik hadden onze moeders bij ons. Die allebei 75 jaar mochten worden vorig jaar. En een oorlogsverleden met zich meedroegen en een verhaal dat we eindelijk als dochters mochten vertellen. Heel bijzonder. Ook al omdat het de laatste bijeenkomst was voor de eerste lockdown. Wie had dat kunnen denken? En vrijheid is iets waarvan we het afgelopen jaar geleerd hebben dat dat in allerlei verschijningsvormen komt. Heel veel mensen voelen zich in vrijheid beknot door alle maatregelen van de regering. Ik kijk er anders naar. Vrijheid is iets, is iets dat je ervaart, dat je zelf op kunt zoeken, dat je beleeft. En ik voel me nog steeds vrij: vrij om hier te zitten vandaag op Internationale Vrouwendag. Vrij om dit te mogen organiseren voor jullie, alle lieve kijkers. En vrij om volgende week met ons stembiljet te gaan kiezen wie onze volgende regering is. Ook wij als vrouwen mogen dat en dat is heel bijzonder. Vandaag hebben we een prachtige line-up aan vrouwen die samen hun persoonlijk verhaal met jullie willen delen. Ter inspiratie, ter hoop, maar ook om jullie tot actie aan te zetten. Want je komt niet zomaar ergens. Er is lef voor nodig, doorzettingsvermogen en heel hard werken. Maar het kan wel. Dus blijf grote dromen. Lieve vrouwen thuis en ook alle mannen die meekijken. Tussendoor zullen we heel coronaproef wat wissels doen. En dan krijgt u thuis of een filmpje te zien. of een prachtige bijdrage van het Residentieorkest, onze partner. En muziek verbindt. En het orkest heeft met visie op Symfonie 2030 de droom om bij te dragen met hun muziek. aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En een van die doelen is om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verbeteren. En nu zou je denken dat we hier in Nederland. heel goed op weg zijn. En het tegendeel is waar. De realiteit is dat wij hier in ons mooie Nederland nog een hele weg te gaan hebben. En hoe geweldig dat we hier vandaag met de fantastische vrouwen, die we hier hebben, daar weer een klein steentje aan kunnen bijdragen om een stap voorwaarts te maken. Als iedereen in actie komt, dan komt het goed. Invloed met impact. Dat is het thema van Internationale Vrouwendag van dit jaar. En we hebben een paar mooie vrouwen gevonden die invloed met impact in de praktijk laten zien. Het is een prachtige verzameling van mensen die hun persoonlijke verhalen met jullie willen delen. Het thema is ook gekozen om positiviteit uit te stralen en om te leren omdenken in een pure vorm, zo werd omschreven. En gisteravond keek ik televisie, misschien u ook, en zag ik daar Bibian Mentel, ook zo'n powervrouw. Die na vele malen het gevecht met kanker te zijn aangegaan, nu in haar laatste levensfase is terechtgekomen. En op de vraag, hoe is het leven nu? Antwoordden zowel zij als haar man, het is mooi. En iedereen dacht, hoe kan dat? Je gaat afscheid nemen van het leven. Maar zij vertelde hoe mooi het was en hoe dankbaar ze ervoor was dat ze de kans krijgt om nog gesprek aan te gaan met familie, met vrienden, met iedereen die haar lief is. En dat ze niet zomaar uit het leven was gerukt. En hoe mooi het was dat ze nog elke ochtend met de zon op haar gezicht kon wakker worden. Laten we haar levenskracht en haar eindeloze positiviteit benutten. En hier als ingrediënten gebruiken voor een prachtige vijfkwartier die we aangaan. Welkom, Lisa, hier aan tafel bij ons. En ik vind het geweldig dat je hier bent. En nog geweldiger dat we agreed on doing this in Dutch. <laughs> en uh, dat is uh, iets al om van tevoren respect voor te hebben. Want Nederlands is een moeilijke taal om te leren. En jij bent nog niet zo lang als de andere dames uh, hier. Dus fantastisch dat je dat wil doen. Misschien is het leuk om na deze introductiefilm iets over jezelf te vertellen en hoe jij op deze mooie positie terecht bent gekomen. En met de Foundation heel graag het sociaal ondernemerschap wil stimuleren in de wereld, maar ook nu vanaf hier in Den Haag. Dankjewel Renata. Het is een grote eer om hier aanwezig te mogen zijn uh, bij de tafel. DRK is een impact eerst investeerder. Uh, DRK zit tussen twee uh, wield of uh, wilden impact investeerders en bedrijfsleven aan de uh, ene kant en de social sector aan de andere kant. En and voor mensen die zijn uh, uh, of weet niet wat een uh, uh, social ondernemer is, de vegetarisch slager is een social ondernemer. Dat is een bedrijf met een doel, een uh, complex uh, probleem in de samenleving, die wil een oplossing voor die problemen vinden. Zo, so dat is wat een uh, a social ondernemer is. En wij ondersteunen die social ondernemers. die voor de meeste complexe problemen in de samenleving. een innovatie. Uh, een innovatief oplossing uh, willen pakken. En uh, DRK heeft zijn. Uh, uh, hoofdkantoor voor Europa. hier in Den Haag. Uh, gelanceerd uh, yeah. in oktober. Ja, geweldig. En de burgemeester, toen ook nog maar net ja. hier, was er heel blij mee. Ja. We mogen, denk ik, als uh, Nederlandse regering ook trots zijn dat zo'n mooie foundation hier in het Haagse is neergestreken. Mooi. En um, wat kun je over jezelf vertellen hoe jij als vrouw op zo'n positie als deze bent terechtgekomen? Ja, ik, um, ik heb voor uh, 20 jaar in de filantropie gewerkt. En ik wil iets leren kennen over bedrijfsleven. En ik heb gezien dat jonge mensen willen uh, uh, iets met de markt doen, maar iets sociaal met de markt uh, Dus ik heb gedacht: uh, dat is interessant, dat is iets nieuw. Dat is een nieuw gebied en ik wil, die gebied, uh, ik wil in de gebieden uh, werken. Dus so ik, uh, ik heb een aanbieding gekregen van de DRK. Dat uh, is uit Silicon Valley in Californië. Uh, wil je iets voor uh, ons uh, openmaken in Europa? En ik dacht dat Den Haag de beste plek was in Europa waar je kunt iets uh, samenwerken met de uh, Rabobank bijvoorbeeld, met de gemeente bijvoorbeeld, met sociale ondernemers uh, te ondersteunen. Zo. Mm -hmm. so, en uh, 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 wat ik wil zeggen over mijn eigen persoonlijke uh, uh, rol is dat. Ik wil altijd iets nieuws leren. Ik wil altijd een baan krijgen of in mijn carrière iets leren. Dat misschien een beetje verder weg is dan wat ik denk ik kan doen. Maar dit was een, uh, 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 dit was een kans waar ik kan groeien. En dat is belangrijk voor mij. In elke stap van mijn carrière, dat ik kan groeien. Mooi, dankjewel. In hoeverre herkent u dat? Want u heeft vorig jaar nog de Aletta Jacobsprijs in ontvangst mogen nemen voor al het werk dat u doet voor Marokkaanse vrouwen in de gemeenschap hier, maar ook uh, in Marokko zelf. En um, hoe kijkt u naar het verhaal van Lisa? Van ja, ik zoek ook altijd ja. naar iets wat ja. verder van mijn ja. weg is en waar ik naartoe ja. kan groeien. Nou, het is ongelooflijk belangrijk uh, wat u zegt, want ik krijg vaak ook de vraag uh, hoe. Hoe bent u zo op die positie gekomen? He, alsof je een carrièreplanning... Uh, ja. Dat heb ik nooit gedaan. En de, de, mijn drijfeer was altijd... Als ik ergens ben en ik, en ik merk gewoon... He, dit heb ik al uh, zo vaak gedaan. En ik wil toch iets anders. He, die verandering en die nieuwsgierigheid... Was altijd eigenlijk de, de, mijn drijfeer geweest. Uh, niet zozeer van... Ik heb nooit gedacht ik wil kamervoorzitter worden. Zelfs ook nooit gedacht ik wil kamerlid worden. Mm. Maar wel doordat ik actief was en op een gegeven moment ook dacht van nou de politiek daar worden besluiten genomen. Ik wil lid worden van uh, de Partij van de Arbeid uh, en uh, ik wil ook aan de andere kant van de tafel meebeslissen. Zo ben ik eigenlijk in de Kamer terechtgekomen. Om, en ik dacht nou in de Kamer kan ik ook uh, dingen aan, aan de orde stellen waar, waar ik Normaal altijd voorop kwam. Hè? Want ik, was, ik stelde vragen over achter, achtergelaten meisjes in Marokko, omdat ik daarvoor al in mijn omgeving dat zag. Over echtscheiding bij Marokkaanse vrouwen, die konden toen niet scheiden. Uh, dat zijn allemaal dingen die mij altijd uh, ja, hebben uh, beïnvloed. En ook zo, is het, uh, zo ben ik in mijn. Uh, ja, mijn uh, uh, Rol gegroeid. En dat herken ik heel erg. Trouwens, de alitta prijs beschouw ik als een prijs voor al die vrouwen, eigenlijk. Uh, ik wou dat ik het ergens elke keer bij een wijk kan neerzetten. Ja, als een soort wisselboka. Ja, omdat zij eigenlijk vooral in de buurt zijn een beetje onzichtbaar. Daarom vond ik het ook heel belangrijk dat Karima Sela vandaag hier ook is. Uh, we hebben elkaar een paar jaren geleden gekend uh, op haar initiatief. Uh, een, en zij is een van de vrouwen in de wijken, ook in Rotterdam ken ik vrouwen, maar ook in Amsterdam, die zo bezig zijn met armoedebestrijding, met uh, hulpverlening aan uh, mishandelde vrouwen, die eigenlijk bij gezinnen komen, maar heel veel mantelzorg ook doen: hè? schoonouders, gehandicapte kinderen. En op de een of andere manier. Zijn ze onzichtbaar? En, uh, en zo'n prijs, ik heb het vroeger altijd gedaan. Hè? En um, dat contact blijf ik ook houden. En die prijs beschouw ik eigenlijk als prijs voor al die vrouwen die eigenlijk een beetje onzichtbaar zijn. Mooi. Maar dagelijks actief zijn in de buurt. En het heel, veel, heel moeilijk hebben. Dus we hebben allemaal die prijs gewonnen. Dat is ja, zo is dat. Ja. Ik wil even een... Ja, Mag ik ook zeker. een vraag stellen aan u. Ja, <laughs> ja want u, u, bent, uh, ja, u, u ondersteunt initiatieven. Begrijp ik ja, het goed? Dat klopt. En ik denk bij heel veel vrouwen, uh, vooral in vrouwen die niet in de media of uh, die zichtbaar zijn, maar juist die vrouwen uh, achter de schermen uh, in verschillende wijken beschikken over een enorme potentie. Uh, dat zagen we ook uh, in andere landen. Uh, bijvoorbeeld in Marokko. Uh, ja. Ik was daar een paar keren met zijn vriendin en dan. Hoor ik de verhalen over microkrediet. Ja. Dat al die vrouwen die daarbij betrokken zijn, succesvoller waren en zuiniger waren en heel goed deden, en de mannen minder. Uh, dus er zit ook een potentie bij vrouwen. Waarschijnlijk ook omdat je verantwoordelijk voelt, uh, kinderen moet onderhouden of wat dan ook. Waardoor ik denk, van... is dat niet iets waar jullie ook jullie op moeten richten? Vrouwen in de buurt die uh, misschien weinig opleiding hebben? Maar heel goed zijn in de andere dingen. Ja, yeah. dit so is precies waar. we uh, vinden het heel belangrijk die soort vrouwen te ondersteunen. En wat ik vind uh, heel interessant is dat. On the, als je praat over de sociale sector, over microcredit yeah. bijvoorbeeld. het yeah. is allemaal aan de schouders van vrouwen. Precies. Allemaal. Yeah. En, uh, maar als, en in de sociale sector heb je meer vrouwen dan mannen in topposities. Yeah. Maar als je praat over social ondernemers dan zie je dat je hebt meer mannen dan vrouwen. En dat komt door die idee dat de markt is iets voor mannen. Ja. En ik vind dat niet juist. Dat is niet zo. Als je kijkt over microcredit, wat je hebt verteld, of uh, over, over financiële ja. dingetjes waar je huishoudelijk verantwoordelijkheid, dan kun je zien dat, dat vrouwen, hebben veel uh, ervaring, dat kunnen buiten van het huis komen en in de samenleving komen. So Bij DRK, wat we hebben gedaan is elke maand we verzamelen onze data te kijken over hoeveel mannen zijn in onze pipeline, hoeveel vrouwen zijn in onze pipeline, hoeveel mensen uit minderheidsgroep yeah. uh, zijn in de pipeline. En dan wij kunnen corrigeren als we hebben te veel mannen, niet genoeg vrouwen, niet genoeg uh, minderheidsmensen uh, in, in onze pipeline. En, dan we, en als alle investeringen, organisaties hetzelfde doen, dan zie je dat wij kunnen t, uh, een beetje balans yeah. krijgen tussen mannen en vrouwen. En dan die soort sociale dingen waar vrouwen voelen zichzelf een beetje meer comfortabel, kunnen echt in een sterke manier met, een, met de social ondernemers, op de social ondernemers kan komen. Dus yeah. so ik vind dat heel belangrijk. En yeah, het is zo so leuk dat je hebt die die voorbeeld gegeven over, over de, de, de ba banken uh, ja. voor, uh, ja. voor vrouwen. Dat ja. is echt uh, iets. Ja. Nou, Dank voor dit antwoord. Wij gaan alweer door naar de volgende. Ja. Ronde. Jouw ja, Nederlands uh, ging leuk. perfect, Lisa. <laughs> <Dank> <laughs> dus je wel. hebt uh, goed geoefend <laughs> dit weekend. En uh, zie hier wat er kan gebeuren... als je jezelf een beetje uitdaagt om iets te leren. Al is het in een andere taal hier aan tafel zitten. Uh, het is een mooi bruggetje over de vraag... van hè, de vrouwenpotentie benutten en het ondernemen. Want wij gaan van tafel. De kijkers thuis krijgen weer even iets te zien. En dan uh, komt zo meteen uh, Kim hier met Mary Jo uh, aan tafel zitten. Dank je wel. Dank je wel. Heel veel succes. Dank je wel.